Het is zo leuk als je dit zelf niet hoeft te doen. Yes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Luc, bevalt een beetje tot nu toe? Zeker, zeker. Ja, ik moet zeggen dat ik het tot nu toe heel leuk vind. Ja, ik ben benieuwd of dat na vandaag nog steeds zo is. Ik weet vrij zeker dat dat na vandaag niet meer zo is. Ja, ik heb een beetje van jou meegekregen dat jij wel alles kan, toch? Nou ja, ik zeg vaak dat ik alles kan, tegen beter weten in, maar dat is wel waar, ja. En ja. Doe je het ook een beetje goed bij de vrouwtjes? Hartstikke goed. Ja? Hartstikke goed. Je scoort altijd? Altijd. Ah, dat nee, is natuurlijk niet waar, maar ik heb over het algemeen niet heel veel klagen, denk ik. Maar ik heb zo'n gevoel dat wat we vandaag gaan doen, dat ik dat niet leuk ga vinden. Nee, heb je een beetje een idee van wat we vandaag gaan doen? Nou ja, volgens mij word ik gewoon voor kaart voor de leeuwen gegooid en mag ik lekker op straat chicks versieren. En als er iets is wat ik heel ongemakkelijk en kut vind, is dat het wel. Dus nee, ik heb er vandaag geen zin in. Nee, het wordt ook geen gedegen onderzoek vandaag. Maar ik ben wel heel benieuwd wat je dan zeg maar precies voor me in petto hebt. Nou, zal ik dan maar de verrassing verklappen? Ja, vertel. Want jij denkt dat we gewoon vrouwen gaan versieren op straat. Maar zo makkelijk kom je er niet vanaf. Nee, we moeten dat wel. Elke man in Nederland die droomt er wel eens van om met een vrouwelijke BN'er te daten. Ja, zeker. Ik ook. Ja. Ja, tuurlijk. Dus daarom heb ik een paar adresjes verzameld. Daar mag jij gaan aanbellen. Nee, want dat is niet ongemakkelijk. Hey, ik heb je adres ergens gevonden. Ik ga nu aanbellen en vragen of je met me op date wil. Ja, nou ja, je kan er een smoesje omheen gaan verzinnen. Ja, nee, oké. Okay. Dat vind ik kut, hè? Oké, mag ik wel één ding van ze weten? Vertel. Zit Maan ertussen? Misschien. Ik hoop het. Nou, Luc, we staan om de hoek bij het eerste adres. Ik heb dit prachtige overhemd voor je. Het meest afzichtelijke kledingstuk voor de man ooit. Het zwarte hemd. Ja, maar echt. Hier zit de spycam in. Ja. En we willen wel van dichtbij kunnen zien dat jij afgaat. Ik moet al BN'ers gaan versieren in hun eigen huis. En dan mag ik er niet eens een beetje hip uitzien. Ja, hartstikke mooi overhemd. Nou, kom maar, hip. Hij vindt het zo kut. Ik vind dit zo leuk. Ik ben benieuwd wat hij gaat zeggen ook. Er wordt nog niet echt open gedaan. Ik weet dat nog. Toen ik bij haar aanbelde, deed ze dus ook niet open. En toen was ik fucking blij dat ze niet open deed. Maar ik wist ook bij wie ik aanbelde. Gewoon als je mijn hart zit in mijn keel, joh. Ik ga nog een keer aanbellen, gewoon kijken. Hij heeft nu twee keer aangebeld, maar ze doen niet open. Dus ik ben bang dat ze niet thuis is. Dat is wel baan hoor. Daar komt hij al iets te makkelijk vanaf nu. Nee, ik ben bang dat... Nog één keer bellen, Luc. Nog één keer proberen. Ik heb hier al vier keer aangebeld. Het is wel echt heel stalkerig dit. Nee, ze doet echt niet open. Kutzooi. Ik kan me echt veel te makkelijk vanaf. Het is echt veel te makkelijk vanaf, maar ik heb echt vaker aangebeld dan menig pakketbezorger. Dus ja. Zeg maar, ik heb het wel geprobeerd. Ik heb vier keer aangebeld. Vertellen bij wie je aan het aanbellen. Ik ben echt heel benieuwd. Ananushin. Ananushin? Ja. Oh, jammer, maar Ananushin heeft er gewoon een man. Ja, een vriend. Boeien. Ja, oké. Okay, ga mij er toch ook helemaal niet om of jij vrouwen versiert. Nee, oké, dat is waar. Want succesvol is dat boeit natuurlijk gereed. Oh. Goed, als iemand bij mij opeens zou aanbellen, een soort van iemand die dus mijn adres heeft achterhaald, zou ik ook heel kut vinden. Ja. Oh. Nou, laten we maar naar de volgende gaan. Oké, Luc, we staan nu om de hoek bij Zoe Ivory. Ze is actrice en ze werd in 2016 Miss Nederland. Oké, laten we dit maar gewoon doen, want ik ben er nu al helemaal klaar mee. Het is daar. Ja. Het is zo leuk als je dit zelf niet hoeft te doen. De deur gaat openen via Zoomer. Hallo? Hij moet naar binnen. Hoi, ik heb een hele brutale vraag aan je. Oh, okay. Ik woon hier verderop in de straat. Yeah. En ik zag je een paar keer naar binnen lopen. En ik dacht, ik moet gewoon een keer aanbellen en vragen of je wat wil drinken bij mij. Hij wil echt schijpen. Dat is inderdaad heel brutaal. Ja, ik werk hier verderop en ik was naar werk aan het lopen. Ik dacht, fuck it, ik ga het gewoon een keer proberen. Oh, wat leuk. Ja, wel echt super lief, maar ik heb wel gewoon een vriend. Oh. Dus helaas. Oh, wat jammer. Wat de fuck zou zij denken hiervan? Meld gewoon een gast bij je aan en die vraagt van, hey, ja, ik werk hier om de hoek. Ik zag je lopen. Dacht misschien kunnen we een keertje wat drinken. Fucking creep. Nou ja, nee, dan ga ik je niet langer lastigvallen. Ja, ik heb wel een hele leuke zus. Oh, oké. Okay. Zij is alleen blond, maar ziet er ongeveer hetzelfde uit. Oké, okay, dus oké. Okay. Misschien... Nou ja, geef me haar nummer en misschien... Ja, ik kan je wel de Insta geven. Oké. Okay. Als je de Insta hebt, dan ga ik het, misschien ga ik het gewoon proberen. Oké. Okay.
Wie weet. Nou, ik ga haar een volgverzoek sturen en dan wie weet werkt dat wel. Ja, wie weet. Nou, misschien tot de volgende. Ja, nou, heel lief dat je wel open deed in ieder geval. Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, ik ga maar naar mijn werk dan. Ja, werk zo, succes. Dankjewel, fijne dag nog. Doei, doei, doei. Wat een mega lieve meid was dit. Ja, ik hoor net van de cameraman dat je het nummer van de zus kreeg. Ja, nou, dus ik heb de Instagram van de zus gekregen. Maar het is echt een schat van een meid. Ja. Ja, alleen ze had een vriend. Alles kan kapot ook, hè, Luc? Nee, we gaan niks kapot maken. Maar wel heel knap en heel lief. En misschien wel de zus. En ik vind oprecht dat je het echt goed gedaan hebt. Vond je niet een creep? Nee, ze zei echt van, oh, wat lief dat je het gewoon zegt en het probeert. Dus het was, nou, het werkte wel, kennelijk. Ja, maar ja, waarschijnlijk was ze ook gewoon beleefd, denk ik. Daarom zeg ik, ze was gewoon mega lief. Ja, maar als je gewoon beleefd bent, dan geef je niet de Instagram van je zus. Dus nee. Ik denk dat je dit echt goed hebt gedaan. Respect in elk geval. Nou, stap in. Nou, gaan we door naar de volgende. God, mondetje. Om de hoek van waar we net waren, woont Bridget Maasland. En zoals je weet, ze houdt van jonge jongens. Ja, die is ongeveer 2 keer mijn leeftijd, denk ik. Ja, en je hebt ook wel wat weg van André Hazes junior. Ja. Ik zat net eventjes op Instagram te kijken. Ja. En ze is nu bij een nagelsalon, maar dat is om de hoek van mijn huis. Dus daar gaan we nu naartoe. Oh, dus we gooien het stalkerniveau nog even omhoog. In plaats van ik heb je huisadres gevonden, ik heb net op Instagram gezien waar je bent. Ja, je moet gewoon die nagelstudio inlopen en dan zeg je van, hey, ik ben... Nou, wat een toeval. Ik wilde net... Ja, hoe je dat gaat doen, dat mag je zelf bedenken. Maar je valt vast bijna in de smaak. Nou, dat mag ik hopen. Oké, Luc, heb je een plan? Nee. Nee? Nee, ik heb hier echt even geen plan voor. Ik ga naar binnen lopen en dan dus inderdaad vragen, joh, ik heb een cadeautje nodig voor mijn zusje, die ik niet eens heb, maar boeien. Dat ik in ieder geval gewoon binnen kan zijn en dan, ja, gozer, ik weet het echt niet. Wat doe je? Je gaat er niet iemand die bij de nagel, waarschijnlijk wordt ze gewoon gelakt, terwijl je, Ja, ik zou gewoon zeggen van, hey, ik heb nachten van jou gedroomd. Ik vind jou zo'n prachtige vrouw en die kom ik hier tegen. Misschien heel raar, maar wil je een keertje met mij op date? Ja, godverdomme. Nee. Laten we maar gewoon doen. Ik ben er helemaal klaar mee. Succes. Ik ben net zo klaar mee als dat kindje daar dat jank is. Oh, ik heb hier weinig zin in. Hi. Ik was op zoek naar een cadeautje voor mijn zusje. Ik vroeg me af of jullie ook iets van een cadeaubom of zo hebben. Oké, nou dat is goed om te weten. Ik ga er nog heel even over nadenken. Ja, ik neem deze even mee. Ja, top. Dankjewel, tot ziens. Oh, hij komt er gelijk aan. Hij is zo snel weer buiten. Ik denk niet dat hij het gedaan heeft. Het is in elk geval niet gelukt. Dat is één ding niet zeker. Maar de vraag is, heeft hij het wel gevraagd? Heeft hij de ballen getoond om Bridget Maasland te scoren? Ik durfde het niet. Sorry, het spijt me. Ze zat daar, helemaal achterin een hoekje, naast 4 andere chicks. We hebben het gevonden, iets wat Luc niet durft. Dit was echt, mijn hart zat echt hier. Nee, ik ga Bram vertellen. Ik durfde niet, man. Nee? Nee. Wat dan? Ja, gozer, zij zat daar helemaal in het hoekje van die winkel. Ja. En er zaten nog 3 chicks naast die ook een behandeling kregen. Dus er zaten daarvoor nog 4 vrouwen die aan het behandelen waren. Ja. Dus ik moest zeg maar door 7 vrouwen heen. Om haar soort van aan te spreken. Ja, het was echt too much. Dat was echt too much. Ja. Ik durfde het niet. Ik ben ook in een soort van cadeaubun voor mijn zusje geluld. Maar die heb je nu wel. die heb ik nu wel. Ik ben echt veel bereid te doen, maar dit was gewoon te ongemakkelijk. Ja. En, ja, gewoon te... Ja. Nou ja, dat... We hebben iets gevonden wat ik niet durf. Ik kan me voorstellen dat we even... Dat is spannend. Snap ik. Oh, god. Oké, laten we maar doen. Komt goed. Wij zijn nu vol gas naar Intratuin aan het rijden, want jij wilde maan versieren. Ik kon haar adres niet achterhalen, maar ik zag net dat ze 10 minuten geleden in de Intratuin was. En dat is een kleine 10 minuutjes rijden van waar we zijn. Ik vind wel dat je mijn woorden verdraait. Ik wil de maan versieren. Dat heb ik nooit gezegd. Nou. Ik zei, als je maan voor me hebt geregeld, dan vind ik het op zich wel leuk. Zit maan ertussen? Misschien. Ik hoop het. Nou, dat hebben we dus niet geregeld bij deze. Let's go, Luc. Succes. Ik loop even op. Maan. Sorry schat, ik laat je heel erg schrikken. Dit is echt mega bij de hand van me, maar ik kwam hier toevallig tegen. En ik dacht, ik moet het gewoon proberen. Wil je een keer met mij op date? Ja, sorry. Ik dacht, als ik je dan toch een keer toevallig tegenkom ergens.
En dan schrik ik ook. Sorry, ik liet je echt heel erg schrikken. Nee, is helemaal niet erg. Maar wat stoer dat je dat durft te vragen. Ik weet niet, ik ga dat niet zomaar. Nee, dat snap ik ook heel goed. Ik ben eigenlijk een beetje alleen maar even lekker gewoon zelf een beetje aan het vliegen fluiten. Dat is ook heel goed. Dat moet je ook vooral doen. Maar niks te nadelen van jou, dat is gewoon... Gelukkig, daar ben ik blij mee. Is. Ja, nee, dat snap ik. Nou, echt nice dat je dat zo zou echt meer met je. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes met het dakterras. En dan ga ik ook, ik wil ook voor mijn balkon doen van een plantje gaan halen. Dus dan ga ik dat ook doen. Oké, fijne dag nog. Doei doei. Holy fuck. Het is gewoon gelukt, ouwe. Nou ja, gelukt. Ik heb geen date, maar het was wel, dit was echt fucking spannend. Ja, maar je hebt het wel gedaan. Oprecht, echt respect dat je dit hebt gedaan. Ja. Jammer dat het niet gelukt is. Ik heb niet een date geregeld, maar ik heb wel met haar gepraat. Ik heb haar laten schrikken. Sorry, Maan, nogmaals, als je dit ziet. Dat was echt niet de bedoeling. Maar ze was fucking lief, dus dat was top. Maar ja, geen date geregeld. Goed. Ben jij nou ook nieuwsgierig? Laat het dan even weten in de comments. Want wij willen alles doen, zoals je hebt gemerkt. En verder, ja, doe even een blauw duimpje omhoog. Zeker. Abonneer. Ja. Wat moet er ook weer allemaal mee op YouTube? Ja, geen idee joh. Zet het belletje aan, dat soort dingen. En dan zien we je volgende week. Later. Later.